tegenwoordig alles is zo duur en de lonen blijven hetzelfde. Er leven veel jongeren boven hun stand. Heel veel jongeren. Gelijk dat ze geven, niets is gratis. Geen gsm, geen tv, geen dvd's, niets. Rekening en dat is toch nog mijn gsm-rekening. Ik kost het echt niet betalen, want ik had geen werk. Nog was ik stempelgerechtigd, ik kon niet genieten van een dop. En het OCW heb ik er ook niet aan gedacht, want ik voelde me eigenlijk er te groot voor toen. Dus ik woon nu op een eigen appartementje, heel goed, ben goed gesetteld. Ik woon er met mijn kat. En opeens komen er alle brieven binnen van rekeningen. Schulden. In één keer, op dezelfde dag, kwamen die allemaal binnen. Van ziekenhuizen en god weet ik veel wat. Je hebt een preken van 1100, 1200 euro. En je hebt rekeningen liggen van over de 5000 euro schulden. Ik zat met mijn handen in het haar. Ik dacht van, ik moet hier terug op ter neef beginnen. Ik kon hier terug alles kwijt geraken. Het jakje heeft mij geholpen. Ik krijg 50 euro in de week geld. Die hebben mij dan mijn schulden stelselmatig afbetaald. Mijn pre ging naar de rekening van het JAK. En zo hebben die mijn schulden afbetaald. Gelijk dat ze geven, niets is gratis. Geen gsm, geen tv, geen dvd's, niets. Dat is ook niet toch van je vrienden dat elke keer voorschiet en je haalt het. En zij kunnen niet blijven voorschieten. Dat is iets dat bij mij blijft. Ja, ik vind dat betant, dat gaat niet. Ja, zeggen ze 10 euro, maximum 10 euro kunnen bellen. En dan niet meer. Ze praten alles maar goed en goed en goed. Op een gegeven moment krijg ik terug een rekening in mijn bus. Ja, maar ze hebben een klein lettertje niet voorgelezen op mijn telefoon. En dat is het probleem, als je een contract afsluit via de telefoon, dan geeft eigenlijk automatisch je handtekening aan die mensen.
Ik denk niet dat de jongeren dat echt begrijpen wat dat allemaal inhoudt, lenen. Had ik ineens het gedacht, als ik dan nu eens mijn lening allemaal afbetaal, dan heb ik nog maar één schuld, zogezegd, bij de bank. Maar ja, dat was dan toch niet zo'n goed idee uiteindelijk. Ik ben bij één bank binnen geweest, bij mijn eigen bank. Een paar papieren doorgenomen en dat was direct in orde. Niet echt gevraagd voor wat dat dient. Maar ik denk de week erachter stond het op mijn rekening. Dat je dat dan achteraf allemaal beziet, dat je denkt van allee, wat heb je die nu allemaal verteld. Ik zal zorgen dat ze zeker geen leningen zomaar kunnen krijgen. Dat er toch strengere voorwaarden zijn. Er leven veel jongeren boven hun stand. Je komt elke dag in verleiding. Elke dag zie je wel iets. Mijn zus die heeft nu een breedbeeld-tv, een flatscreen gekocht. Hoe komt die aan dat geld? Ja, van deur te werken. Ja, goed, ik wil dat ook hebben, maar zoveel geld heb ik niet. Als ik het nu al geweten van die gsm's, van die abonnementen, zou ik dat ooit getekend hebben. Nu ben ik nog aan het afbetalen via het OCMW en ik denk dat dat binnen een paar maanden achter de rug gaat zijn, dus dat is wel een goede toekomst eindelijk. Mijn situatie nu, ik zal niet zeggen dat het rooskleurig is. Soms moet ik ook nog altijd wel eens knapen, maar het gaat beter. Veel beter nu ik uit de schulden ben. Daar zijn we nu dus mee bezig met een spaarboekje aan te leggen waar dat je kunt op terugvallen. Ik heb ervoor gewerkt, want we moeten doen, je moet werken, sowieso. Het geld komt niet van uit de bomen of uit de lucht gevallen, dat gaat gewoon niet, dat bestaat niet. Als ik het nu al geweten van die gsm's, van die abonnementen, zou ik dat nooit getekend hebben. Zou ik eerst raad gevraagd hebben bij andere mensen. Een maat van u, die heeft de allernieuwste iPod of de allernieuwste gsm. Ik vraag mij eigen af, hoe komen die er dan? Met mijn preek kan ik dat niet betalen. Gelijk dat ze geven, niets is gratis. Geen gsm, geen tv, geen dvd's, niets. Het leven draait niet alleen rond een iPod of een flatscreen tv. Nee, het leven draait rond werken, je rekeningen betalen en dat is het zin voor het leven. Je moet leven, niet overleven. Welke raad ik aan jongeren zou geven is, wees niet te trots. En vraag hulp. Als je hulp nodig hebt, vraag hulp. En dat maakt niet uit of dat je 19 jaar bent of 25 jaar bent. Vraag gewoon hulp. Er zijn nog mensen van 30 jaar die in schulden zitten en niet weten wat ze moeten doen. Je ziet mensen rondlopen op straat zonder iets, die bedelen voor geld.
Ze wilde niet terechtkomen. Ik denk niet dat de jongeren dat echt begrijpen wat dat allemaal inhoudt, lenen. Vroeger hebben ze mij niks geleerd over financiële toestanden. Over als je alleen gaat wonen, want ooit komt de dag dat je het ouderlijk nest verlaat. Ze leren nu niet op school van, zie je dat je huishuur kunt betalen? Zie je dat je een elektriciteit kunt betalen, een water, een gas? Dat leren ze je er allemaal niet. Dus nu maar een goede rap. Zie je dat de jongeren op hun hoede zijn voor alles. Niets is gratis.